Weet je wat ik het wonderlijke vind? Hoe oud je ook bent, hè, als je hier zit. Want ik moet, het klimaat is zo belangrijk, ik moet daarop terug blijven komen. Hoe oud je ook bent, kan jij je ooit herinneren in je hele leven dat je zoveel natuurrampen hebt meegemaakt in de afgelopen decennia? Toch niet? Bosbranden, overstromingen, het gaat maar door. Maar het heeft niks met ons te maken. We vergeten even dat de mens wel degelijk invloed heeft op het milieu. We hebben ozongaten gecreëerd. Maar dat zijn we allemaal vergeten. Zure regen zijn we allemaal vergeten. Want wij hebben er verder geen invloed op. Weet je, wij zijn natuurrampen niet meer gaan zien als rampen. Wat wij zien als rampen is bijvoorbeeld Facebook wat er 6 uur uit ligt. Totale paniek. Mensen die denken, ja, maar hoe moet ik nou laten zien aan mensen wat ik eet? WhatsApp wat er even uit lag. Ik vond het fijn, want dan had ik eindelijk een reden. Dat ik wist dat vrienden nooit reageren op mijn berichten. Maar ik vond het ook gênant, want je kon geen dickpics meer sturen. Nee, dus dan moest je mensen gaan bellen om hem te ontschrijven. Ik vond het gênant. En ja, criminaliteit. Ik bedoel, als we nu niet ingrijpen, dan hoeven we niet meer in te grijpen. En criminelen, jongen, ze gaan steeds verder. Ze verzinnen steeds nieuwe dingen. Dit jaar is bol.com. Dat is toch wel de grootste zakker. De boekhouder van bol.com is echt de sukkel van 2021. Die heeft een factuur betaald van 7,5 ton. Aan oplichters die zich voordeden als Brabantia. En die factuur, jongen, die stond vol met spelfouten. Daar stonden echt zinnen in als please all incoming betalingen. Die gasten hebben het helemaal niet gelezen. Want zelfs mijn dyslectische nichtje van 5 zou bij het horen van die tekst zeggen, volgens mij word je genaaid. Maar nee hoor, deze man heeft gewoon uitbetaald. Dus ik heb een idee voor ons allemaal. We moeten ze allemaal facturen sturen. Maakt niet uit wat je erin zet. Ik heb het al gedaan. Op mijn factuur stond letterlijk, deze factuur niet echt. Graag betaal, bewijs, dank, doei. Gewoon, het maakt niet uit. Ze betalen toch wel. En ja, ik bedoel, de criminaliteit, het neemt hand over hand toe. Hè? En we doen gewoon te weinig. We doen te weinig tot niks. We hebben niet alleen vergis moorden. Ik weet niet of je er een gepleegd hebt. Maar anders probeer je lach even te timen anders. Dat als je gewoon de rest hoort lachen, dat je er dan in duikt. Dankjewel. Nee, we hebben niet alleen vergis moorden. We hebben ook vergis ontvoeringen. En dat is ook even een leuk statistiekje. Dat is ook nog nooit gebeurd in Nederland, dat het zo ernstig was. We hebben gemiddeld, en dat is aan de lage kant, per week 1 ontvoering. Nou, dat zijn van die dingen. Neem het mee naar huis. Hè? Daar word je vrolijk van. Maar dit jaar was het iemand uit Hoofddorp. Die werd ontvoerd. En bij deze man dacht ik wel, weet je, het hele land op zijn kop. Maar bij deze man dacht ik, ja, gun het hem. Ja, kom op, waar ze hem ook nu vasthouden, dacht ik. Het is altijd een stuk beter dan Hoofddorp. Hij werd ook ontvoerd uit een meubelboulevard. Hey, mannen onder elkaar, is dat niet onze droom? Zo kijken we elkaar toch ook aan tijdens het gewoon, alsjeblieft, neem me mee. Ik doe alles. Weet je, dit vond ik zo'n goede grap. Het is niet alleen dat mannen niet naar meubelboulevards willen. Kinderen willen ook niet. Dit jaar gingen papa en mama, zaten voorin, koters achterin. En die hadden er geen zin in. En wat hebben die nou gedaan? Die hebben een briefje geschreven en zo tegen de achteruit gehouden. En daar stond op, help, wij worden ontvoerd. Binnen 5 minuten werden die omsingeld en zoveel politiewagens. Maar echt, die kinderen zijn mijn helden. Wat ben je dan goed bezig, hé. Jezus. En ja, ik moet het toch zeggen. Ik had het liever natuurlijk helemaal dit verhaal niet gehouden. Maar ja, toen werd het 6 juni.
En toen liep Peter de Vries op straat, klaarlichte dag. En toen werd hij door zijn hoofd geschoten door die laffe rat Delano R. Die daar dan 150.000 euro mee had kunnen verdienen. En toen dacht ik, fucking rat, fucking vieze klootzak. Dat had je toch ook anders kunnen verdienen? Je had 9 keer je lul kunnen laten zien aan Bilal. Ik zeg maar wat. Ik ben er nog steeds verdrietig over. Ik ben er nog steeds kwaad over. Ik verward en... Weet je, wat je ook vindt van Peter R. de Vries... Hij heeft wel echt iets betekend, hè, voor het hele land. En hij heeft serieuze moorden opgelost. Hij heeft verdwijningen opgelost. Hij was er echt voor de nabestaanden. Dat was geen gimmick. Dat was niet om er goed uit te komen in interviews. Dat deed hij echt consequent en vanuit zijn hart. En dan denk ik, dan ben je een Emmy-winnaar... met zo'n grote staat van dienst. En dan is het allerlaatste programma wat je doet... RTL Boulevard. En RTL Boulevard probeerde zichzelf dan ook onderdeel uit te maken van het verhaal. Ze hebben gezegd, wij worden ook bedreigd. En bezoeken. En toen dacht ik, hey, dat denk ik zo vaak als ik die show zie. Denk jij ook. Maar ja, we doen het niet, omdat we niet weten hoe we aan een bezoeker moeten komen. En die Birgit Maasland, die ging helemaal ver. Die zei, ik liep gewoon achter hem, hè. En die parkeergarage toe. Oh nee, niet die dag. Ik was toen ziek. Ik was gewoon thuis. Maar ik was er bijna bij geweest. Dat je denkt... Ik word straks door ze geïnterviewd. Ja, ik word... Dat is echt waar, ja. Fuck hem. Maar... Ja. Ik ben ook langs die bloemenzee gegaan. En dat was zwaar indrukwekkend. Er stonden briefjes als... blijf vechten, Peter. Hou vol, we houden van je. Maar één briefje, dat viel mij het meeste op. En daar stond letterlijk op... Peter, ik vind je een arrogante klootzak. Maar deze kogels heb je niet verdiend. En dat was geplastificeerd. Nee, alsof de maker zoiets had van... ja, luister, straks gaat het regenen. Hè? En dan gaan al die letters zo door elkaar heen lopen. Ja, en dit is echt een boodschap die wil iedereen horen. En mijn breekmoment, dat mag je wel weten... was toen ik langs die rij liep, langs Carré. En toen zag ik 2000 mensen daar staan... Ja, dat was het moment dat ik brak. En echt janken, jongen. Kan je je misschien wel voorstellen, hè? Ik bedoel, als cabaretier in coronatijd... om ineens 2000 mensen in Carré te zien. Je zou er bijna voor door je kop geschoten willen worden, echt. Ja. Maar goed, even iets leuks. Even iets vrolijks, want ik wil zo niet afsluiten. Afghanistan. Nou... Kijk, 21 of 20 jaar geleden, op 11 september 2001, werden wij aangevallen. En dat was een serieuze aanval. Onze manier van leven werd aangevallen. Onze manier van denken werd aangevallen. Er waren 19 kapers, waarvan 15 uit Saudi-Arabië, 2 uit de Verenigde Arabische Emiraten, eentje uit Libanon, eentje uit Egypte. Wat doe je dan? Dan val je Afghanistan binnen natuurlijk. Hallo, dat ligt er wel heel dichtbij in de buurt, hè? Nou... Osama Bin Laden zou daar dan zitten. Wonderlijk genoeg, en nogmaals, ik ben geen complotdenker... maar hij is nooit officieel door de Amerikanen beschuldigd van 11 september. Dus, nou, de Amerikanen en de hele coalitie gingen er zonder plan in... en ook zeker zonder plan weer uit. En weet je, ik heb er gespeeld, hè, voor de Nederlandse militairen. Wat een eer was om te doen in Afghanistan. En toen zeiden ze al tegen mij, Gebeer, je hebt geen idee... hoe belangrijk vooral die tolken voor ons zijn. Dat is echt het verschil tussen leven en dood, hè, vaak. En de frustratie bij militairen zelf. Dat ze die mensen niet hebben kunnen redden. Omdat Bijleveld geen zoiets had. Joh, dat komt vanzelf wel. Huh?
en die Kaag ook. En die hebben gewoon bloed aan hun handen. Want die hadden al in april, kregen die van de Taliban te horen, joh, of van de Fransen te horen, we hebben meer dan genoeg plek in die vliegtuigen. Als je mensen hebt, we nemen ze mee. En die twee zeiden, joh, nee, dat is helemaal niet nodig. Nou ja, 12. Gewoon de realisatie. Hè? 20 jaar gevochten daar. 20 jaar. 20 jaar wederopbouw gedaan. En binnen 11 dagen alles weg. Alles. En weet je, de mensen die we dan wel hebben weg kunnen halen, die hebben we dan in een harskamp neergezet. En daar had harskamp niet zo'n zin in. En die hebben er even een bommetje gegooid tegen dat centrum aan. Hebben ze niet eerst even weer gewit of zo? Dus je zag gewoon nog gewoon zwart uitgeblakerd. Welkom. Maar wat ik dan werkelijk echt stuitend vind, harskamp ligt letterlijk naast een militair oefenterrein. Waar dagelijks wordt geschoten. Wat is de gedachte dan? Ja, ze moeten wel acclimatiseren natuurlijk. Je kan niet ineens van heel veel boem, 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 boem naar complete stilte. Dat kan je niet maken. Ik schaam me ervoor. Weet je, 20 jaar keihard gevochten en keihard gewerkt. En binnen 11 dagen alles weg. Dus nu worden weer handen afgehakt, armen afgehakt om niets. Dus de coronacijfers zullen wel weer sky high gaan. Want geen elleboog om in te niezen. Maar aan de andere kant ook geen hand om te geven. Dus misschien dat dat de balans is. Nou, vrouwen mogen weer niet naar buiten. Meisjes mogen weer niet naar school. Terwijl die het beste beschermd zijn, hè, tegen corona met zijn boerka voor. Maar, nee, maar ik ben er zo verdrietig van. En ik heb één ding nooit begrepen aan de war on terror. En dat is het volgende. Terreur is niks anders dan asymmetrische oorlogsvoering. Niet meer, niet minder. Het is een tactiek qua oorlogsvoeren. Kan je zeggen, ja, de meest gore. Ja, 100% waar. Maar het is een manier van oorlogsvoeren. Nou, als je dan een leger hebt wat op conventionele basis is gebouwd en je bevecht een asymmetrische vijand, misschien moet je hem gewoon helemaal voldouwen met je eigen wapens. Misschien kunnen we die legertrucs aan ze verkopen. Kijk, de Amerikanen hebben het feitelijk al gedaan. Die hebben gewoon voor 1 miljard aan oorlogstuigen gewoon achtergelaten in Afghanistan. Ze zeggen, ja, anders moet je het, weet je wel, helemaal meesjouwen. Dat is een gedoe. Ze hebben zelfs oorlogsvliegtuigen en helikopters achtergelaten. En dan doen alsof wij achterlijk zijn en zeggen, joh, maak je geen zorgen. Die Afghanen kunnen helemaal niet vliegen, joh. Die kunnen helemaal niet opstijgen of landen. Hè? Nou, joh, dat kunnen ze helemaal niet. Hé, hey, landen en neerkomen. Die kapers van 11 september konden dat ook niet, hè. Maar die konden best wel voor wat schade zorgen. Echt. Het is me niet gelukt. Ik had echt gedacht, ik wil dit jaar positief afsluiten. Maar ik ben zo kwaad. Ik ben zo teleurgesteld. Fuck. Weet je, als wij nu echt niet iets gaan doen aan corruptie, dan zijn we ons land voor altijd kwijt. Dat is onomkeerbaar. Dus daar moeten we keihard tegen vechten. Op ieder niveau. Als wij niet iets doen nu aan georganiseerde misdaad, dan zijn we ons land voor eeuwig kwijt. En we zien het niet, we doen het niet. En dan kan Mark Rutte wel zeggen, ja, de schuld van de criminaliteit als het om drugs gaat, ligt bij de gebruiker. Nou, je weet dat ik in het verleden problemen heb gehad met drugs. Dus het eerste wat ik dacht, toen Peter de Vries kapotgeschoten werd, fuck, ja, ik heb een tijd drugs gebruikt. Dus misschien heb ik Tachi wel een tijd gewoon gesponsord. Dus ik neem dat echt wel, die verantwoordelijkheid neem ik. Maar misschien dat hij dan iets tegen het gedoogbeleid kan doen. Want dat houdt gewoon de georganiseerde misdaad in stand. Je mag het wel verkopen, maar je mag niet inkopen. Dat heeft nog nooit iemand mij kunnen uitleggen.
En iedere keer, hè, let maar op. Iedere keer dat er zo'n tragische gebeurtenis is... als de dood van Peter R. de Vries of de dood van een advocaat... hoor je Grapperhausen weer... aanslag op de rechtsstaat! Aanslag op de rechtsstaat! En ja, dat is zo. Maar ik kan je vertellen... hij ondermijnt de rechtsstaat zelf ook. Ik ken mensen die bij justitie werken. En die vertellen mij al heel lang... wij hebben een apart computersysteem... en dat doet het al 20 jaar niet. Zolang als het bestaat, doet het systeem het niet. En dat zeggen wij ieder jaar. En dan zegt de politiek ieder jaar... hier heb je een paar miljoen, flikker er maar tegenaan. En het blijft het niet doen. Dus dagelijks... staan officieren van justitie voor lul op zittingen en moeten tegen de rechter zeggen: Edelachtbare, ik kan niet het systeem. Dan ondermijn je de rechtsstaat zelf ook, Grapperhaus. Dus weet je, we moeten de corruptie bevechten. We moeten georganiseerde misdaad keihard bestrijden. En al helemaal iets doen aan het klimaat. Want als we dat niet doen, dan hoeven we de rest helemaal niet te doen. Dus dit programma heeft eigenlijk de verkeerde titel. Het moet heten Wederopbouw. Dus nu gewoon keihard werken. Niet meer praten over een tweedeling in de samenleving tussen 2G, 3G. Nee, fuck it. We moeten keihard werken. We hebben geen tijd meer te verliezen. Op naar de overwinning. En als het dit keer niet goed schikt, dan wel kwaad schiks.